Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas Day 3. Goedemorgen allemaal. Het is 6:30. Ik ben kort voor 6 wakker geworden. Ik weet niet waarom ik wakker werd, maar het was geen goed plan. Ik ben heel erg moe nog. Ik kom gewoon niet meer terug in slaap. Dus ik ben mijn YouTube-video's aan het kijken. Maar ik dacht, weet je, het is toch een nieuwe dag. Waarvoor ga ik niet gewoon alvast lekker beginnen met de vlog? Dus goedemorgen allemaal. Ik ben wakker. Maar ik lig nog wel lekker warm met bed. Ik kom er echt nog niet uit. Ik had mijn werk om 8:30 gezet en het is nu 7:30. Ik was 6:15 wakker. Wie komt er op dit soort ideeën om zo vroeg wakker te worden? Echt ongelooflijk. Goedemorgen. Ik ben inmiddels wakker en... Oh jeetje. Ik ben inmiddels wakker en ik ben mijn eten aan het doen. Mijn moeder die stuurde me een appje vlak voordat ik de vlog eindigde, of vlak na, dat ik zachtjes moest doen. Maar ik denk, ik praat al zo zachtjes. Kun je nagaan hoe goed dat gewoon nog steeds te horen is. Maar goed, in ieder geval, mijn brood is aan het ontdooien. Jeetje, wat een herrie. Ik heb hier een lekker ontdooid boterhammetje. En ik ga er denk ik lekker iets van smeerworst op doen of zo. Vind ik wel lekker. Dus dat ga ik nu even klaarmaken. Het adventkalender cadeautje ligt al verstopt. Ik ben helemaal klaar met aankleden trouwens. Ik heb dit shirtje aan. Deze is CNA denk ik. En deze heeft open schouder. Ik doe er nog wel een bont vest overheen mocht ik het koud krijgen. En ik heb een donkerblauwe broek en deze schoenen aan. ja, dat eigenlijk. Ik ga eventjes mijn eten klaarmaken. Even wat drinken. Waarschijnlijk een kopje koffie om een beetje wakker te blijven vandaag. Ik was heel vroeg wakker. en de voorbereidingen voor vandaag zijn we bezig. Zag ik net. Dus ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen vandaag. Maar jullie gaan allemaal meemaken wat er voor speciaals gebeurt vandaag. Ik heb er heel veel zin in. Maar ik ga eerst even eten. Oh, ik heb best wel honger nu. Oh, oké, ik ga eten. Dag 3. Soms ligt er wat gerafeld. Kijk maar onder de. Gerafeld. Kijk maar onder de. Gerafeld. Wat ruimt erop gerafeld? Geraffel. Kijk maar onder de tafel. Kijk maar onder de tafel. Ik moet onder de tafel kijken. Krassen. Ja, gewoon elke dag een pakje. Nee, dat is juist niet leuk. Ja, dat is wel leuk. Je moet dat toch wel weten of je nee. Nu al... Je moet wel weten of je al knaken nee. Hebt. Je mag toch ook niet deze adventkalender gelijk hebben? Normaal gesproken wel. Het is dat daar niet mag. Krassen. Oh, we gaan gelijk even krassen, want we zitten nou 23. In de keuken. Ja, we zitten naast dag 23. Hé, je hebt het gevonden! Wat je hoort! Bij zijn deur. Ja. Zijn deur. Ik weet niet, met die andere deur heel anders. Zo doe je hier, maar hier. Ik vind hem niks. Kijk maar in. Ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk.
dit nou? De woorden, Sinterklaas. Wat een zonnetje, zeg. Moet je wel eens kijken. Oh jee. Die kan toch niet? Dat zijn de Pieten weer, hè? Ja, dat zit er gewoon niet. Moest echt herontvoeren. Echt herontvoeren. Ja, Piet, kijk eens. Ik zal er ook nog in staan, Sinterklaas. Kom op, Piet. Ik heb wel een gemaakt. Oh, ik ben vannacht bij ons thuis. Die gaat ze nou overmaken allemaal. Ja, bij mij niet, bij mij komt. Ik ga eigenlijk ook niet. Nee.
En Kevin zit op hockey. Op hockey? In het E-team. Ja. Niet E-team van Hannibal Smith, maar andere E-team. Oh, in dat team. E-team van de televisie. Ja. Oh. Is een beetje... Ja. Is op hockey? Ja. Zo. Kan je het dan een beetje goed? Ja. En hij helpt de juffrouw heel erg goed. Met? Met dingen in de klas. Ja? Ja. Helpt de juffrouw goed? Ik vind die juffrouw heel erg leuk. Dus de juffrouw is blij met je? Hè? Maar hij doet alleen zijn huiswerk niet zo goed. Oh, dat hoor ik nou. Dan is ze weer niet zo blij. Doe jij huiswerk niet zo goed? Ze was blij, maar dan is ze niet meer blij. Heb je al een telefoon? Ja. Zo. Een iPhone? Nee. Oh, meer AI, hè? iPhone. Ja. Welke telefoon heb je? Hoe weet je dat? S4. Zo. Nou, dat ook. Maar je weet je achter met die vaste telefoons in het kasteel. Ik heb nog een oude telefoon hoor. Ja. Van heel lang geleden. Ja. S4. Oh, je woont nog niet zo lang hier? Ja, een jaar toch? Een jaar. Hier is in Barendrecht. Bijna. In Barendrecht, hoor. Dat is hier ook niet meer weg. Dat is hier ook niet in Barendrecht. Een paard heb je samen, hè? Wat nee, dat is niet zo. Wanneer vind je het? Ja, dat is niet zo. Maar je speelt graag buiten. Ja, met oh, met het slechte weer? Met de gang, met de gang buiten. Ja? Gang. Met Bjorn, ik zie je dan een gang buiten. Een gang? Chill gang. Ga je mee chillen, hè? Chillen in het jaar. Heel kut te bouwen, maar dan buiten. Van de bank over. Ja, ik ga het straks halen. We hadden straks pas, omdat de banken nu nog open zijn. Ja. Die moet ik thuis laten voor mij communiceren. Jantje komt voor het eerst op zijn nieuwe school. Vraagt de juf, ken je het alfabet al Jantje? Zegt Jantje, ja juf. Vraagt de juf, welke letters komen er naar de A? Zegt Jantje, alle andere letters juf. Zo is het wel. Ja, zo is het wel. Oh, dan heb ik de tafel zo goed. Dan heb je de tafel. Nee, dat moet je niet voor zeggen. Nee, de rest komt ook nog. Is er veel van. Nou, de laatste. Piloot. Hou je van vliegen? Ja. Jongetje, nou en of. Piloot zal je dadelijk een paar voor je vangen. Ja. Mag je daar eens op eens gaan tappen? Hey, misschien kunnen jullie nog eens even een liedje zingen tussendoor. Ja. Wij kwamen bij een dorpje en zei tegen de smid. Ik geloof dat er in de achterwand een pepernootje zit. De smid moest gaan lachen en pakte zijn band. Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. Hij kwam bij een stoplicht en reed toen door rood. Sven, kijk maar, is dat tandloos? Is dat tandloos? Gaan uitpakken samen. Kom maar. Nee, dat is niet voor jou. Kom maar, ik kan helpen. Hier. Ah, maar die zit al in. Oh, dus ik was het altijd belangrijker. Ja. Ik moet even pakken. Ik moet even pakken. Dat is expres gedaan voor mij, denk ik. Oh, ga ik hem pink ook nog. Een popcadeautje. Ja, dat is een neffer. Oh. Die staat, Jesse. Wow. Die is 18 jaar. Dat is een hoop. Die afstand kunnen we bij elkaar aan hangen. Dat moet hier gekost zijn. Wat heb je gekregen? Die tuigjes. Nee. Kan je nog vliegen? Ja, dat komt goed. Dankjewel. Nou, ik ben zo'n Piet en Nina kunnen dan gaan. De Pieterdans. Oh, Pieterdans. Ook nog een mooie gitaar. Hey, we zijn een collega kwijt. Ja, nee. Hoeveel hoeft daar tegen? Ja. Die jankt er al een tijdje, hè? Ja, leuk wel. Ja, een eigen Piet thuis. Ga ik eerst aan de koek. Wat is dat voor zijn voet, hè? Gezond, hè? Gaat eerst, hoor. Ja, wel gaan. Ja, ik heb het ook gezien. Piet heeft zijn ruimtes. Ik heb een klauwtje. Ik heb een klauwtje.
Dus kom! Oh, dan moet je wel. Ik ga wel even staan, ik moet slaan. Nee. Waar wil je dansen dan? Ja, dan kan je ook dansen. Hè? Kom hier. Kom hier. Ah, even kijken of je goed kan dansen. Let goed. Als je gaat kijken of je goed kan. Ja hoor. Oh, dat kan. Ja, ik zou wel zo'n loopé. Yes, ik kan wel. Ja, goed zo. Goed zo. Kijk, ze ook dansen. Kijk, ga ze dansen. Kijk, goed zo. Ja, dat kan wel goed. Dat kan wel. Vind je dansen, hè? Ja, zo. Ik ben heel goed dansen, hè? Wat goed ze. Ja, ik ga ook dansen. Je shirt is te klein. Paap, jij moet een nieuw shirt als Sinterklaas vragen. Hij is te klein. En je moet een paar keer in de zon zitten, want het is niet gezond is. Je moet mee naar Spanje, pap. Dat kun je een beetje bereiken. We zijn weer opgehouden. We rijden weer stijl vandaag, hè? Kijk eens. Ja, ja, ja. Precies zo. Nog even wachten. Zullen we Sinterklaas op het dak zetten? Ja, ja, bij de spasgever. Ja, op het dak Sinterklaas. Ja, op het dak. Doe je allemaal veel plezier met cadeautjes. Kijk eens! Oh! Ja, hier is altijd. Ik toch bij jullie? Ja hoor, is goed. Groot huis hier dus. Dan ik reis nog echt nog eens meer. Piet, vast erin. We zijn nu bij de intratuin. Oeh, even een mandje omwisselen voor een karretje, want we hebben waarschijnlijk toch wel meer nodig dan dat we denken dat we nodig gaan hebben. Maar we zijn in ieder geval gezellig bij de kerstintratuin. Goed, we hebben de intratuin ook alweer bijna gehad. Het gaat best heel snel. We hebben gewoon even spullen die we nodig hebben, die lopen we en dat pakken we. En de rest lopen we gewoon voorbij. We hebben in ieder geval wel een hele leuke tijd gehad bij de intratuin. Bij de intratuin. Met Sinterklaas. En bij intratuin natuurlijk ook. En ja. We gaan zo weer naar huis toe. Ik ga zo meteen mijn schooltas weer inpakken. Het is ook gewoon weer 3 uur geweest. Hè? Dus het gaat echt hard. Ja.
Dus ja, we gaan zo weer naar huis toe. We zijn er bijna klaar. Kar ligt vol met van alles. Stullen, lampjes, weet ik het allemaal. In ieder geval geslaagd. Nee, ik krijg een cabia. Goed. En ik ben thuis. En de dag is alweer zo goed als om. Het is 4:30. En ik ben terug. Wat het mijn planning nu is om de video nu al te editen, omdat ik morgen op school zit tot 2:15, heb ik geen tijd om de video te editen. Dus ik wilde er nu even wat leuks van gaan maken. Wat wel betekent dat ik de vlog eindig, dus ik wil jullie natuurlijk wel bedanken voor het kijken. Het was super leuk dat Sinterklaas in één keer langskwam, dat was heel onverwachts, heel leuk. En ja, de kinderen vonden het natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik heb het ook naar mijn zin gehad, gelukkig. En ja, dat was een hele leuke dag. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dus video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe Vlogmas video. Doeg!